Als er een crimineel veroordeeld wordt, moet je tegenwoordig eens op Twitter kijken wat dat bij veel mensen oproept. De straffen zijn veel te kort en de rechter niet streng genoeg. Kortom, men verwijt het strafrecht van alles. Emotie en ratio die botsen dan. En dan is er maar goed dat er een rechter is die het geheel met de professionele nuchterheid kan beoordelen aan de hand van onze wetten. Gerlof Meijer is sinds 1993 strafrechter en hij gaf ook jaren leiding aan rechters. Maar hij draagt ook zijn kennis over via onder meer zijn boeken en lezingen. En nu komt hij 9 december naar het Parktheater voor een theatercollege. Een aantal advocaten gingen hem al voor in Eindhoven, zoals Gerard Spong en Wim Anker. En hun vak levert natuurlijk mooie en gecompliceerde verhalen op. En nu dus een rechter die weer vanuit zijn vak antwoorden kan geven op vragen die je jezelf vast al heel vaak stelde, denk ik. Ik praat even verder met Gerlof Meijer. Meneer Meijer, welkom in het programma. Goedemiddag. Goedemiddag, Jacqueline is het, hè? Ja hoor, ja. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u nog steeds actief als rechter? Jazeker, ik werk nog steeds op fulltime basis bij de rechtbank Overijssel op de locatie Zwolle. Aha, want een rechter heeft natuurlijk het imago van iemand die verheven is boven het volk. Maar nu gaat u in het theater staan. Dat lijkt voor een rechter toch wat minder voor de hand liggend als voor advocaten, lijkt mij. Ja, dat ligt misschien niet meteen voor de hand. Ik ben dan ook de eerste rechter in Nederland die op de theaterplanken staat. Uh-huh. Het is niet zo zoals in Engeland, waar men echt een standen... in Engeland is het zo dat daar de rechter inderdaad op een voetstuk staat. Yeah. Dat was in Nederland was dat 30, 40 jaar geleden ook zo. Uh-huh. Maar vanzelfsprekend gezag, dat is er niet meer. Uh-huh. Dat was in het verleden wel zo, maar nu is dat tijd toch wat gekeerd en moet je gezag verdienen. En gezag verdienen, hoe doe je dat? Dus door in elk geval op een professionele wijze recht te spreken en dat ook met voldoende gezag en statuur te doen. Uh-huh. Maar u vindt dat wel te rijmen met in een theater te gaan staan? Want u heeft die statuur wel verdiend ondertussen, hè? Ik sta in het theater omdat ik vind dat er op social media met name, maar ook in diverse tijdschriften en dagbladen, er een verkeerd beeld bestaat over de rechterlijke macht. Met name over het strafrecht. Mm-hmm. Er wordt vaak gedacht van het zijn D66'ers, het is allemaal taakstrafje hier, taakstrafje daar. Mm-hmm. Het is allemaal veel te mild en ze moeten eens een keer met de voeten in de klei staan. Heel veel van dat soort ongefundeerde kritieken zie je regelmatig voorbij komen. En dat heeft mij ertoe geleid, mij ertoe bewogen. Mm-hmm. Om het nou eens een keertje uit te leggen aan de gewone burger, hè, tussen aanhalingstekens, maar ja, aan de leek. De man uit de straat die niet zoveel weet heeft van hoe het eigenlijk in de strafrechtpraktijk aan toe gaat. Uh-huh. Ik denk dat daar veel behoefte aan is, aan die duidelijkheid, meneer Meijer. Wat dat betreft als ik kijk naar de belangstelling die er is. Vorige week vrijdag heb ik in het Drentse Roden opgetreden. Daar was het uitverkocht. En ik heb daar ontzettend veel leuke complimenten ook weer gehad. En mensen die inderdaad ook vanaf dat moment toch wat anders tegen het strafrecht aan zijn gaan kijken. Ja, en dan toch uiteindelijk, om een voorbeeld te noemen. Daarmee kan ik het beste denk ik uitleggen. Het is vaak een duivels dilemma om in zaken waarin een verdachte ontkent het feit te hebben gepleegd, om dan uiteindelijk het bewijs en de overtuiging te hebben, om hem ook uiteindelijk te kunnen veroordelen en tegen hem te zeggen dat je ervan overtuigd bent dat hij die woninginbraak gepleegd heeft, ondanks dat wij er als rechter natuurlijk niet bij zijn geweest. Nee. Het blijft dus eigenlijk een waarschijnlijkheidsoordeel, maar die overtuiging, daar spreken we in raadkamers, spreken we daar een half uur, een uur spreken we erover. En als we dan op basis van het bewijs vinden dat deze meneer die woninginbraak heeft gepleegd, we zijn er dus van overtuigd. Uh-huh. Dan kan dat zomaar een gevangenisstraf opleveren van 4 maanden. Vier maanden onvoorwaardelijk. Ja. En in die overtuiging, daar zit met name ook, daar zit eigenlijk ook een gevaar in. En ook het grote dilemma. We spreken recht. We gaan beslissen in zo'n zaak. Ik zeg al, we zijn er zelf niet bij geweest. Meneer ontkent de woninginbraak, maar als wij hem vrijspreken, dan is het zo dat hij dan inderdaad eronder uitkomt. Ja. Terecht of onterecht. En als wij overtuigd zijn dat hij die inbraak gepleegd heeft,
dan is dat 4 maanden. Dus met andere woorden, het is ja of het is nee. Hè? Het is niet zo, we gaan een beetje vrijspreken of we gaan een beetje veroordelen. Nee, het is of het een of het ander. En dat is vaak een duivels dilemma, kan ik u vertellen. Ja, ligt u daar wel eens wakker van? Niet zo vaak, maar dat gebeurt wel eens. Hè. Overigens dat je s'nachts wakker bent en dan in één keer denkt van... oh ja, daar moet ik nog aan denken. Dus het speelt ook privé wel eens mee. Maar over het algemeen kan ik het redelijk van elkaar scheiden, gelukkig. Ik probeer dus... het strafrecht zoals we dat kennen in Nederland, hè, dat wordt uitgeoefend door alleen maar beroepsrechters. Ja. Dat probeer ik wat te verduidelijken voor de burger. Heeft u ook wel eens een fout gemaakt met uw oordeel? Niet echt een fout in die zin van dat ik daarachter ben gekomen. Het kan natuurlijk zijn dat ik wel eens iemand heb veroordeeld die het niet heeft gedaan, of andersom. Het zit voor een deel ook in een scenario wat geschetst wordt door een verdachte. Ja. Het kan zo zijn dat een verdachte zegt van ik heb het niet gedaan. En ik heb een ander scenario dan u veronderstelt. En als het scenario enigszins aannemelijk wordt, dan zou het best kunnen dat je daardoor twijfels krijgt en gaat vrijspreken. Ja. Andersom kan het zo zijn dat als wij zijn er niet bij geweest. Maar dat er een scenario wordt geschetst waarvan wij zeggen van ja, dat is lulkoek om het zo maar te zeggen. We zijn gek eentje niet. Ja. En dat we in zo'n zaak uiteindelijk wel veroordelen. Terwijl wellicht de verdachte het bij het juiste eind heeft en het echt niet gedaan heeft. Dat kan dus gebeuren. Ja. Ik sluit dat niet uit. Ik hoop het niet, maar sluit het niet uit. Buiten alle kennis, wat voor karaktertrekken zijn eigenlijk belangrijk om een goede rechter te kunnen zijn? Wij worden geselecteerd op met name de kunst om boven de zaak te blijven staan en om professionele afstand te bewaren tot de zaak. Wij moeten ons natuurlijk niet te veel laten leiden door emoties. En wij moeten de zaak onafhankelijk en professioneel benaderen. En dat vergt best wel wat vaardigheden en wat kunstwerk, ja. Wordt u niet ooit kwaad tijdens een zaak? Alleen professioneel wil ik wel eens kwaad worden. Maar het is niet zo dat bij mij op enig moment het de pan uitreist. En dat ik kokend word. Maar het wil wel eens zo zijn dat ik wel eens professioneel gewoon kwaad ben op een van de procesdeelnemers of op een verdachte, dat kan. Maar dat zal ik over het algemeen niet laten zien. Ik hoop ook niet dat het te zien is. Nee, is ook heel erg moeilijk. Maar ja, u wordt natuurlijk naar alle kanten opgetrokken door zowel het Openbaar Ministerie als door advocaten. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk op de zitting de kunst om iedereen heel te houden. Hè? Dat is, er zijn diverse standpunten. Een advocaat heeft een bepaald standpunt namens de verdachte. Het Openbaar Ministerie, hè? De officier van justitie, die heeft ook zijn eigen visie op de zaak. En uiteindelijk is het aan mij en mijn collega's, mijn twee andere collega's, om uiteindelijk een knoop door te hakken. Want we zijn niet meer en niet minder dan professionele beslissers. En wij zijn aangesteld om uiteindelijk te zeggen het is ja of het is nee. Want als wij er niet zouden zijn, nou dan zou het een flinke wild west zijn geworden in Nederland, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Wat voor zaken zijn voor u als rechter het interessantst vanuit uw vak? Het begin van de vraag verstond ik niet helemaal. Wat voor zaken zijn voor u als rechter vakmatig gezien het interessantst? Waar u zich aan in vast kan bijten? Ja, veel zaken zijn interessant, maar levensdelicten zijn voor mij interessant. En zeker in zaken waarin het gaat om een levensdelict waarin de verdachte ontkent. En zedendelicten kunnen ook interessant zijn, omdat je daar met name vaak de 1-op-1 situatie hebt. Hè? Je hebt een meisje dat aangifte doet en een verdachte die ontkent. En vaak is er niet veel meer dan dat. En dan moet je uiteindelijk toch zien of je voldoende overtuiging krijgt om uiteindelijk toch tot een veroordeling over te gaan. Ja. En ik vind verkeerszaken reuze interessant. Met name omdat die zich nogal onderscheiden van andere zaken in die zin. Dat zich daar over het algemeen alleen maar slachtoffers in begeven. Ja. En heeft u wel eens dat u zegt van nou, ik kan een iemand niet veroordelen, maar mijn gevoel is dat hij het gewoon wel gedaan heeft? Ja. Dat lijkt me een heel moeilijk dilemma persoonlijk. Ja, zeker als het om een heel ernstig feit gaat. Dat je dus de overtuiging hebt dat hij het gedaan heeft.
maar dat je onvoldoende wettig bewijs hebt om te kunnen veroordelen. Hè? Je moet voldoende wettig bewijs hebben. Als je dat niet hebt, dan houdt het al op. Ja. En als je het wel hebt, dan krijg je natuurlijk nog de tweede trap. En dat is dan de vraag van de overtuiging. Maar het kan dus best zijn dat je inderdaad eigenlijk gewoon wel weet dat hij het gedaan heeft. Ja. Maar als je onvoldoende wettig bewijs hebt, dat kan. Ja, ja. En dan bent u al zoveel jaar rechter. Bent u anders tegen mensen aan gaan kijken? Zijn er slechte mensen volgens u of alleen slechte omstandigheden? Ik ben bijna geneigd om te zeggen slechte omstandigheden. Ik verhaal op mijn tijdens mijn theatercollege regelmatig over de wieg. Hè. Het is maar net waar je wieg heeft gestaan. Mensen zeggen wel eens, ach joh, hè, die verdachten die hebben altijd weer zo'n verhaal over een moeilijke jeugd en dergelijke. Maar het is zo. Het is inderdaad zo. Ik denk, als ik een schatting maak in al die 23 jaar, in 50% van de zaken, is het een verdachte die of van instelling naar instelling is gegaan, gescheiden ouders, of van kliniek verslaafd zijn, niet meer uit de verslaving komen en in zodanig slechte omstandigheden zich bevinden dat het bijna niet anders kan dan dat ze zich uiteindelijk in het criminele circuit begeven. Dus de omstandigheden die liggen vaak voorop, al wil ik daarmee niet uitsluiten dat er ook wel slechte mensen zullen zijn. Ja, ja. Wanneer bent u eigenlijk ervoor gaan kiezen om rechter te willen worden? Was dat een vroege keuze al? Ik ben er eigenlijk ingerold. Ik had het geluk dat ik op enig moment solliciteerde op een functie bij de voormalige Raden van Beroep. Dat zijn instellingen, organisaties die zich bezighielden met beroepen in zaken sociale zekerheidswetgeving. Hè, dus de AOW, AWW en noem maar op. Daar werd ik uiteindelijk rechtssecretaris en die raden van beroep die werden opgenomen in de rechtbanken als afdeling bestuursrechtspraak. Uh-huh. Dus met andere woorden, kwam ik heel toevallig binnen die rechtbank terecht. En dat heeft mij getriggerd om naast mijn werk als gerechtssecretaris de rechterstudie te doen aan de Open Universiteit. Ja. En het is dus eigenlijk allemaal, ik was net op het juiste moment daar. Want ik kwam dus via die Raad van Beroep binnen de rechtbank. Uh-huh. En ik kwam gelukkig via de Open Universiteit, die er kwam in 1984. Kwam ik in de omstandigheid dat ik dus een universitaire studie kon volgen, ondanks dat ik geen vereiste vooropleiding had. Want aan de Open Universiteit, dat kun je gewoon beginnen zonder dat je een diploma hebt. Een zelfmeetrechter eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, nee, ik heb niet een studentenleven gehad. Nee. Ik heb ook niet in een gezin verkeerd in het verleden waarin ik erg gestimuleerd werd om te studeren. Mijn vader vond gewoon, hè, als je niet wilde leren, dan ging je naar het werk. En daar was hij heel makkelijk in. Ja. Ik nog u iets willen vragen. Tot slot eigenlijk. Nou, bijna tot slot. Er was afgelopen week zo'n bericht over die drie Amerikanen die 36 jaar onschuldig vastgezeten hebben. Ja. Dat lijkt me een nachtmerrie voor een rechter. Maar ligt dit niet vooral aan de juryrechtspraak in de Verenigde Staten, denkt u? Of zou dat hier ook kunnen gebeuren? De Schiedammer Parkmoord heeft uiteindelijk ook iemand, Kees Borsboom, enige tijd vastgezeten. Ja. Daar gaat het wel niet om 36 jaar. Maar het kan wel gebeuren dat iemand hier een aantal jaren vastzit. Terwijl achteraf bezien het veroordelend vonnis onjuist is. Dus ik sluit niet uit dat het in Nederland kan gebeuren. Een andere vraag is of de juryrechtspraak daar aan debet kan zijn. Ja. Dat vind ik een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Juryrechtspraak is vaak natuurlijk ook rechtspraak dat recht spreekt op basis van een soort onderbuikgevoel. Ja. We hebben het ook bij Simpson gezien, hè, waarin uiteindelijk de sentimenten begonnen te spelen. Ja. En dat is een nadeel, vind ik, van juryrechtspraak. Aan de andere kant, juryrechtspraak zegt ook zoiets als rechtspraak door het volk. Je doet daarmee wel recht aan die gedachte. Maar of het nou een goede oplossing is voor de Nederlandse rechtspraak, dat denk ik niet. Met name ook omdat in Nederland er nog steeds in de strafrechtspraak nog steeds heel veel vertrouwen is. En ik denk dat we het wat dat betreft eigenlijk helemaal niet zo slecht doen. En ook best wel efficiënt. Oké. Dan tenslotte, wat gaat u nog meer bespreken in het college? Dus zijn er nog roemruchte zaken uit het verleden waar u nou wel dingen over mag vertellen?
Jazeker, de zaken die afgesloten zijn en waarin ik zelf niet bij betrokken ben geweest. Ja? Daar kan ik natuurlijk het een en ander over vertellen. Ik probeer daarin ook wat duidelijk te maken over, ja, kan nou een serie verkrachten levenslang krijgen in Nederland? Mm-hmm. Hoe zit het met verkeerszaken? Er komen een groot aantal zaken met veel emoties aan de orde. Ook aan de hand van beelden die ik laat zien. Ook aan de hand van foto's. Er is ook muziek. En ik probeer dus het een en ander wel zodanig te doen dat het niet alleen zinvol is, hè, zo'n avond, dat mensen denken van hé, ik heb toch wat geleerd. Ja. Maar ook dat mensen het een leuke avond vinden. Ja. En ja. Dat is me tot op heden gelukkig gelukt. Alleen ik, ja, kennelijk wel, ja. Ja, ik hou mezelf niet altijd even in de hand. Want ik heb één keer gehad dat ik helemaal geen tijd had mee laten lopen. En dat ik uiteindelijk aan het publiek moest vragen hoe lang ik inmiddels bezig was. En dat bleek 2 uur en een kwartier te zijn. Dus, u deelt dat met Maarten van Rossum, is mijn ervaring. Dus, ja, is dat zo? Ja? Die vraagt ook altijd aan zijn publiek van hoe laat is het nou ongeveer? Oh ja, dan moet ik nog even door. Ja. Nou, ik denk dat... Ik heb nu een klok meelopen. Dus het duurt tussen de 90 en de 100 minuten, zonder pauze. En ik kan het iedereen aanbevelen, want het is niet alleen zinvol, maar ook echt heel leuk. Dus 9 december, ik heb er ontzettend veel zin in het mooie parktheater in Eindhoven. Dus, de rechter Gerlof Meijer. Ja. Strafrecht, levensecht, 9 december parktheater. Dank u wel.